Je wordt momenteel ook betaald om overwogen olie te zitten. Dus dat is een positie die wij wel fijn vinden en die we voorlopig ook zullen aanhouden. Olaf, er wordt al langer nog meer bekend over het belastingplan van Donald Trump. Tevreden? Ja, het plan lijkt er erg goed uit te zien. Je merkt ook in Amerika, ik was daar vorige week nog, mensen zijn heel enthousiast over het plan, wat het gaat betekenen. Er wordt wel gezegd van het grootste nadeel is heel duidelijk, is er ook. Het begrotingstekort in de Verenigde Staten de komende jaren gaat heel sterk oplopen. Ook al heeft het belastingplan een positief effect op de economische groei en daarmee belastinginkomsten, toch zijn de uitgaven vele, vele malen groter. Maar er wordt vooral gewezen op alle bijeffecten die er zijn. Je krijgt nu eigenlijk een level playing field. Een bedrijf in Amerika betaalt evenveel belasting als een bedrijf elders. Dan maakt het weer een stukje eerlijker en maakt ook de kansen voor de Amerikaanse markt groter. Daarmee waarschijnlijk ook de kans op meer investeringen in werkgelegenheid in Amerika, waar natuurlijk Trump ook om te doen was. Dus het wordt gezien als heel positief, en zowel op de korte termijn als op de wat langere termijn. En hoe combineer je nou in je beslissingen aan de ene kant het belastingplan en aan de andere kant het beleid van de centrale banken daar? Nou ja, wat je ziet is dat het belastingplan leidt tot een lagere vennootschapsbelasting. Dus de bedrijven zullen zien dat hun winstgevendheid gaat stijgen. De markt heeft natuurlijk de afgelopen weken behoorlijk wat daarvan al ingeprijsd, een voorschot erop genomen. Maar we denken dat er nog steeds wel iets van 5-6% ruimte is. Het scheelt heel erg per sector waar je naar kijkt. Tegelijkertijd zien we dat de centrale bank in Amerika de rente langzaam gaat verhogen en de opkopen van staatsobligaties wat terug aan het schroeven is. Nou ja, dat betekent dat de rente wat omhoog gaat. Het nieuwe belastingplan in Amerika betekent ook dat het begrotingstekort wat omhoog gaan lopen. Dus al met al verwachten we wel echt een hogere rente voor de Verenigde Staten de komende jaren. En even voor alle zekerheid, zijn beide dan positieve ontwikkelingen? Ja, ik denk het uiteindelijk wel. Enerzijds, het belastingplan zorgt er gewoon voor dat die economie beter kan gaan lopen. Heel veel rare uitzonderingen zijn uit de wetgeving gehaald. Dat is op lange termijn gewoon heel positief. Tegelijkertijd zien we dat te goedkoop geld en het Amerikaanse monetaire beleid is momenteel te ruim, gegeven de hele lage werkloosheid. Ja, dat zorgt ervoor dat geld de verkeerde kant op gaat stromen. Dat er projecten gestart worden die misschien eigenlijk niet gestart hadden moeten worden. Dus als je die rente wat omhoog gaat, dan breng je die in lijn met wat de echte prijs van geld zou moeten zijn. En dan krijg je misschien wat minder van, die rare projecten. En daarmee wat minder bubbels in de toekomst. Nou, heb je nog steeds op je konto staan dat je in 2019 een kleine recessie in Amerika verwacht? Is die verwachting nog steeds geldig? Ja, dat klopt. Een kleine recessie. Waarbij we toen wel meteen hebben aangegeven van het belastingplan kan het wat veranderen. Maar ik denk dat 2019, misschien 2020, pin me daar niet op vast, dat je nog steeds wel in een fase kunt verwachten in de Amerikaanse economie, dat die economie stopt met groeien. Dat er behoorlijk wat voorschot is genomen. Nou ja, die tijd is dichtbij. En dan is de vraag natuurlijk die we hier altijd hebben, hoe kun je als belegger meeliften op dit soort ontwikkelingen? Nou ja, vooralsnog, we zien Amerikaanse aandelen er best wel aantrekkelijk uit. Ik denk ook dat de Amerikaanse overheid, de centrale bank, een belang bij heeft dat de Amerikaanse dollar relatief sterk blijft. Dus niet veel verder verzwakt, want ze moeten toch het begrotingstekort gefinancierd krijgen doordat buitenlanders geld willen stoppen in Amerikaanse obligaties. Tegelijkertijd zie je dat onder Trump ook de bankenwetgeving, die behoorlijk was aangescherpt na de crisis, dat die wat versoepeld wordt. Waardoor banken eigenlijk veel meer kunnen gaan uitlenen. Het is ook weer extra gas voor die economie. Dus wat dat betreft denken we dat bijvoorbeeld ook banken in de Verenigde Staten best wel aantrekkelijk zijn. De vorige uitzending vertelde je dat je overwogen zat in grondstoffen, met name olie. Is dat nog steeds zo? Ja, zeker. Kijk, als je naar de economie kijkt, dan kun je hem eigenlijk in vier delen opdelen. En dan zitten we nu in de vierde fase, die van oververhitting. De economie groeit eigenlijk harder dan het gemiddelde pad over de afgelopen jaren zou moeten laten zien. In die fase zit je. Nou, als er dan gratis geld op een toch al hard draaiende economie wordt gegooid, dan zie je dat je oververhitting krijgt. Dat het geld zoekt een uitweg. Nou, dat kan naar huizen zijn. Hey, dat zien we ook hier in Nederland. Of dat kan bijvoorbeeld zijn naar grondstoffen. En dat zien we aan de olieprijs die toch behoorlijk aan het stijgen is. Er is veel vraag naar grondstoffen. En ondanks dat er meer geproduceerd wordt, zie je dat de voorraden langzaam beginnen te dalen. Dat zie je ook wat verderop in de termijncontracten. Ja, dat is positief, dat blijft voorlopig ook even zo. En je wordt momenteel ook betaald om overwogen olie te zitten. Dus dat is een positie die wij wel fijn vinden en die we voorlopig ook zullen aanhouden. Ik denk dat de olieprijs nog wel iets omhoog kan, maar niet heel ver. En dat heeft te maken met schalieolie. De technologie daar is zo ver gevorderd momenteel dat Amerikaanse producenten met name eigenlijk gewoon een knop kunnen omdraaien en dan komt er weer meer olie uit de grond zetten. Dus het aanbod is heel elastisch geworden. De vraag is nu hoog omdat de economieën allemaal goed draaien in de hele wereld, maar het aanbod kan heel snel bijtrekken. We hebben vooral gezien dat de OPEC samen met Rusland heeft besloten de productie wat terug te gaan brengen om die voorraden wat onder controle te krijgen en de prijs wat omhoog te stuwen. Dat is gelukt,
Maar ze kunnen niet te ver gaan, want dan neemt schalieolie het gewoon weer over. Wilt u reageren op een uitzending van Egon Beleggings TV? E-mail uw opmerking of vraag naar beleggen@egon.nl.